Suriname is meegegaan met de evolutie van ruimtelijke informatie. Bleek vanmorgen tijdens de eerste presentatie op de GISAT Users Conferentie. Het thema van de eendaagse conferentie was Location Intelligence from a User's Perspective. GISAT NV is in 1999 opgericht en levert sindsdien geografische informatiesysteem, GIS, met de software van Esri en satellietmeetapparatuur van Trimble. Stef de Ridder, oprichter van GISAT NV, ging in op de evolutie van ruimtelijke informatie in de afgelopen 25 jaar. Internet heeft ons leven veranderd. Internet heeft ook de technologie veranderd. Esri als technologiepartner is daar ook in doorgegaan. En waar we nu over praten, is eigenlijk een platform waarbij dat heel veel kennis, heel veel data beschikbaar gemaakt wordt, maar ook heel veel trainingen. En ik wil je nu een grafiek laten zien van Esri heeft een e-learning platform waar elk van jullie, elk van onze klanten gebruik van kan maken. Er zijn wat we noemen MOOCs, dat zijn echt trainingen die verschillende weken doorgaan. Als je kijkt wat je hierop ziet, in 2020 zijn er 5 trainingen gevolgd in Suriname. We krijgen die statistieken van Esri aangeleverd. In 2021 is dat aantal gegroeid. Kijk nu naar 2022 en het jaar is nog niet voorbij. Al deze trainingen zijn door mensen in deze ruimte gevolgd. Krishan Ramkelawan, Managing Director van GISAT NV, is trots op de ontsluiting van de bodemkaartdata via Suriname Online. Het bedrijf kreeg vandaag de toestemming vanuit het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu dat zij online mochten gaan met de datakaart. Een prachtige kaart waar je ook via Suriname Online, wat nu publiek online staat, je zou nu al op je telefoon kunnen gaan en kunnen lezen wat waren nou de plantages in de de jaren 70, 40, heel oud, we gaan het verder. 1700 zelfs. Dit is dus een van de organisaties of een van de bronnen waar je data kunt halen, Suriname Online. Een andere organisatie, die kent u vast wel, dat is het Management Instituut GLIS, amiglis.sr/percelen/online. De meeste van u zijn daar dagelijks op. Amiglis is hier, ik kijk uit naar Denise en Ketura's presentatie, ze zijn in de house. Amiglis deelt ook data via ArcGIS Online. En deze portal kent u vast wel, u gaat er naartoe, het wordt regelmatig geüpdate, u zoomt in en u klikt op een perceel om daaruit de attribuutinformatie te lezen. Dus het is online, je kunt lezen, je kunt je informatie eruit halen en verder gaan met je werkzaamheden. Een andere portal, dat is die van SBB, Gonini. Ik zie Valentin en Cinderella zijn ook hier in de house, geweldig. En dat is ook een portal waar er heel veel data wordt gedeeld. Bosbouwlagen, mangrove data, concessies en noem maar op. Tijdens de conferentie hebben de cliënten van het bedrijf uitleg gegeven over hoe ze de GIS-software inzetten om hun processen te optimaliseren. De EBSNV, Staatsolie, Telesuur, NIMOS en het MI-GLIS hebben een demo gegeven hoe de software binnen de bedrijven werkt.